Hallo allemaal, welkom terug bij een gloednieuwe SMP. Zoals jullie horen is Cyril de babyactie om zich te dempen. Maar ik heb mijn speed, ik ga weer nog een leuk filmpje opzetten. Nee, durf het niet. Iedereen... Doe je oren dicht, red jezelf. Is hij weg? Ik hoop het. Oké, welkom terug bij de setup. Hopelijk heeft iedereen zichzelf terug kunnen redden. Welkom bij de 60ste SMP. Dat is toch wel een heel mooi getalletje. Ik denk dat dit een langdurende serie ooit is. Cyril zeker niet. Van je dan niet gezegd. Maar vandaag. Ik heb net zoals afgesproken een paar keer de Witherkillen, gewoon een beetje casual. En we gaan eens beginnen met ons voor te bereiden op dit hele mooie, prachtige avontuur. We gaan allemaal, sorry, ik heb geen zin om te slapen voor u, vieze kak, uit later. Nog knor aan het sturen. Dus wat wij nodig hebben is, we gaan onze Ender's Chest een beetje opruimen. Alleen maar nuttige dingen erin steken. Dat we echt nodig kunnen hebben, zoals hier 17 brood mag mee. Nog eens 20 brood. Gewoon zodat we zeker genoeg spullen mee hebben. Ook natuurlijk onze chestplate. Gewoon Apple met een hele stomme naam. Serieus, weet je nog de naam? Denk het wel. Zombie. Ik ga niet slapen, serieus. Echt, kak op. Oké, dus we gaan ook een paar extra totems meenemen. Voor, je weet wel, voor het geval dat we een paar keertjes doodgaan. Want dan zouden we er 3 gaan vermoorden van die witte skeletten met een heleboel. We gaan ook zoveel mogelijk emmers zoeken. Geen. Er was ergens een chokerbox boven waar heel veel emmers in lagen. Cyril, ga slapen, man. Oké, ik zie jullie terug wanneer dat ik ga vertrekken naar de Nether. Ik ga bijna hallo allemaal zeggen. Oké, we zijn in de Nether. Maar ik denk dat het bijna mijn controller laag is, terwijl die insteekt. Maar stop! Ik denk dat er iets mis is met deze oplader. Dat is de bedoeling dat deze controller uitvalt. Dus we moeten naar 1000 vliegen. 1000 is... welke kant? Andere kant op. Naar 1000... En 350 ongeveer. Dus dat is een zeer fijne, lange vlucht. En, oh, hier kunnen we niet door. We moeten naar beneden. Oké, ik ga hier zelfs even stil zijn. De clipje afsluiten. Want ik vind het niet leuk om clipjes af te sluiten. Terwijl ik vlieg. Maar ik ga dan toch zo bad als om het te doen. We zijn er. En er zijn al 4 van deze mensen heel leuk naar mij aan het lachen. Fijn dat ik een pijl en boog mee heb. Fijn dat ik een boog mee heb, maar geen pijlen. Oh. Oké, de eerste is al meteen niks. Ja, wat ik ook verwacht. Dat is een beetje erg geweest om meteen te verwachten dat ik hier... Ik weet niet hoeveel skulls ging krijgen van de eerste 3 al meteen. Kunnen jullie niet 1 blokje dichterbij komen? Oké, ik kan jullie raken, maar jullie kunnen mij niet raken. Dat is wat we willen, hè. Geen skull. Geen skull, je wil niet. Hier. Hallo. Kom eens hallo zeggen tegen mij. Altijd geen skull. Weet je wel, ik heb het niet allemaal op camera te staan. Ik zie jullie wel wanneer ik een heel aantal skulls heb verzameld. We hebben de eerste skull, dames en heren. We hebben ook heel veel zwaarden. Maar we hebben de eerste en dat is heel goed nieuws. En ook die vieze... Ah, die dingen zijn geen partij voor mij, hè. Jullie viezerikken. Moet je zien dat ik niet per ongeluk zo'n varken raak. Oké, ik zie jullie terug wanneer ik nog een witherskull heb. Oké, we hebben nu 3 skulls. Dat betekent dat we al 1 nieuwe beacon hebben. Hooray! Nog, zodat ik alle beacons kan maken, nog eens 3 keer dat we nu hebben. Ligt er daar nog één?
Daar ligt letterlijk nog een skull. Dat heb ik niet gezien. Oké. Okay. Nog een skull die extra. Dat ik gewoon eens had gezien. Ik ben toch echt blind, man. Oké, okay, nu hebben we er drie. Huh, dat is hier een laag. Skull zeker, hè. Ik zou mijn tante wel juist in deze biome zitten, hè. Zie je daar een skully? Nee, oké, okay, is niet nodig. Dus ik zie jullie terug wanneer dat ik er 6 heb. Zodat ik de volgende beacon kan maken. Maar ik ga eerst even deze fight op camera te staan, want ik kan even niet. Ik heb je afsluiten, anders ga ik zelfs doordat ik terugkom. Al deze vieze vuurspuwers, of als ik noemen. Allee, nu had ik ook nog hier bij mijn spawnplekje staan. Oké. Okay. Oeh. En we hebben zonder dat we het wisten, 3 extra skulls. Dus we hebben nu al we hebben nu al de Emerald Beacon. En we hebben nu al een ijzeren beacon. Dus nu moeten we nog 2 keer 3 heads vormen. En ik wil ook nog ergens één hebben op een speciale plaats. Dat ik nu nog niet ga zeggen. Want dat is een geheim. Dus dan moeten we nog dubbel zoveel als wat we er nu hebben. En nog een keer. Dus nog 9 heads. En dan is het sweaty oké, hè. Dus ik zie jullie terug wanneer ik genoeg heb voor een diamond beacon in elkaar te ploppen. Waar is die rare hier naartoe? Stel deze kill op video. Het. Het. Geen het. Nee. Oké. Oké, Steve was er even bij, want hij wilde niet weggaan. Zeg. En we hebben nu 9 skulls. Dat betekent dat we nu ook al een diamond beacon hebben. Nu nog de net. Dus we zitten over de helft. Yay. Nu nog de netherite. Ja. Eigenlijk de wollen beacon. En dan nog 1 voor in de toekomst. Dus ik zie jullie terug als ik 12 skulls heb. Ik heb even ingewacht dat het een beetje zwaar die wordt. Maar we hebben er 12. Dat betekent dat we nu alle beacons hebben dat we nodig hebben. Maar we willen er nog 1. Hallo zeg. Ah. Maar we willen er ook nog graag 1 nog een beacon hebben voor hetgeen wat ik nog later heb kan maken. Dus ik zie jullie terug wanneer dat we deze 3 ook hebben. En als we terug veilig naar huis kunnen vliegen. Oké, sinds ik elk moment door moet gaan ergens naartoe. En ik op etensnood zit. En ik heb eigenlijk alles skills wat ik voor deze aflevering nodig heb. Gaan wij terug naar huis. Cyril blijft nog even rondhangelen. Veel plezier. Maar ik moet echt naar huis gaan. Want ik denk dat ik anders te weinig eten ga hebben. Laten we kijken naar waar moeten we gaan. Naar daar denk ik. We moeten al zeker daar naartoe naar daar. Ja. Oké, ik ga hier ergens landen. Want je kent mij. Dat vind ik veel te eng. En ik zie jullie terug als ik terug thuis ben. En als ik mij ga klaarmaken om te vertrekken naar de end. We zijn terug. Jee. Oei, hoe ga ik hier nu te goed in? Oké. Hup, hup, hup. Woe. Dat was fijn. Oké, ik ga mij nu beginnen met klaar te maken voor expeditie Witherkillen maal 500. Ik heb ook al een goed idee over hoe dat wij... ik wil de beacons allemaal in één keer laten aangaan. Dat is de bedoeling dat ik... ik ga telkens een blok boven de beacon zetten. Dus hier doe ik het dan ongeveer zo. Wacht. Hup, hup. Ja, kijk, zo. Dus dan de beacon... normaal gezien niet door. Nee, voilà. Stopt die. En dan wil ik als het zo met zonnepanelen, als het nacht wordt, wil ik dat zo een pissen reactiveren. Dan tekken aan de zijkant en dan allemaal ineens. Voilà. Dat is mijn idee. Ik weet dat het heel mooi zijn. Daar heb ik wel minstens 1 zonnepaneel nodig. Ik zie of ik die kan maken, waarschijnlijk wel. Maar oké, ik zie jullie wanneer ik klaar ben om te vertrekken naar de end. Voordat ik mij ga
voordat ik mij ga voorbereiden, al een prachtige eindavontuur, ga ik even overlopen wat we allemaal nu hebben. 4 stacks en 45 botten. En 1 stack en 45 place rods. En natuurlijk 12 wither skulls. Ook nog 3 stacks en 26 gold. Dus ik bedoel, het is niet mis wat je daarvan krijgt van zo'n leuk avontuurtje. Vooral de stone. Oeps. De stone swords. Ik bedoel, niet dat je er zoveel mee eet. Maar hey, het is fijn om je collectie mee aan te vullen. Oké, en die staan de gold chest. Ik zie die terug wanneer ik helemaal volledig ready ben voor de wither 4 keer te killen. Oké, wij gaan nu vertrekken naar die end. En tegelijkertijd ga ik mijn gsm heb ik nu niet bij mij. We zullen moeten vertrouwen. Of dat we de juiste richting op gaan. Ik had het nog eens zelfs dubbel wacht welke kant ben ik nu opgevlogen. Oké, ik ben helemaal de verkeerde kant opgevlogen. Het is die kant op. Dus ik zal even vertellen wat mijn plan is. Ik zei dat ik zoiets eerst eten. Dus ik moet je even uitleggen wat mijn plan is voor straks. Later in deze video ga ik ze heel uitnodigen om naar hier te komen. Ondertussen heb ik hier dan overal een blok boven gezet met een sticky piston. En een ding sensor, een zonnepaneel. En het is de bedoeling als het donker wordt, dan alle beacons ineens aanvliegen. En dat wil we natuurlijk. Dus dat ga ik wel straks met jullie maken. Maar we gaan nu eerst weer killen. Dus ik zie jullie terug wanneer dat ik bij de... Als ik de end ga. Als ik ben aangekomen in de nether. In de end village. We zijn aangekomen in de village. Maar ik was natuurlijk zo dom om niet eerst de coördinaten te bekijken. Dus ik is leeg. Dus ik denk dat deze village normaal nog leeft. Ik ben er niet 100% zeker van. Oeh, lawaai. Laten we daar eens aan de end gaan. Ja, nee, dan gaat hier weer een partijtje worden. Ik denk dat het hier was. Ja, voilà. Hier zo. Naar beneden. Bloep. Hup, 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 hup. Naar boven. Zullen jullie zeggen deze richting die hoort kent? Maar ja, één naar toe. Ja, ik heb een hele stack soul sand meegenomen, maar ik weet niet of dat is nog. We gaan nu de end in. Ah, precies als dat het altijd, telkens als je door die portal gaat, krijg je toch weer een eng gevoel hoor. Ah, ik denk dat het nog niet zo lang geleden, ik denk de 51 zou dat toch ook nog zo helemaal gekke dingen gaan doen. Dus gelukkig staat dit hier nog op de juiste plaats waar dat moet zijn. Hier zo. Zo, en dan moeten we hier maar eerst even een constructie maken. Ik open op mijn laptop en ik zie die terug wanneer ik heel deze constructie heb gemaakt. Oké. De constructie is klaar. Nu komt het enge gedeelte. Oh. Dus nu moet ik dit hierop zetten. Laten we even verder kijken in mijn video. Dat is juist, dus ik wil echt niet fout doen. Zo, zo en zo. We zijn zo nu. Oké, dit klopt. Nu moet je je skulls eraan toevoegen als het nu fout gaat. Oké, ik vind het een beetje eng. Heb ik nu alles wat ik moet doen? Ik ben aan de westside. Ik ben aan het kijken. Ja, oké, hij zit eronder, hij zit eronder, hij zit eronder. Ja, hij zit eronder. Oei, oei. Damage uit de buurt. Ik krijg damage. Niet in de kunnen extra damage. Amai, dat is veel lawaai.
Ik schiet hem hier, als ik het zie. Daar had ik gejuist. Oké, dat is toch wel lawaai. Ik zal... Ik ga niet doodgaan. Oei, oei. Oei, de andere mensen allemaal maar boos hoor, zeg. Oh. Je bent ook gekeken. Oh, je moet hier al weggaan. Ik heb niks misgedaan. Wie zit hier boos op mij? Ja! Woe! Hier is hem. Oké. Nu moet je dit constructie eigenlijk opnieuw gaan maken. Dat gaan we niet helemaal doen. We gaan gewoon dit doen. Hup, hup, hup. Als het moet, dan moet je... een extra obsidiantje hebben. Hup, hup. Hup, hup. En dan hup, hup. Hup. Hup, en we gaan nu de volgende insparen, maar ik kan niet heel op camera zien, anders zijn we morgen ook bezig. Dus 3, 2, 1. Hij zit juist. Oké, ik zie jullie terug en dat deze ook gaat kaboom boom doen. Oké, en de volgende. Oh! Is al bijna dood. Oké, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oeh, pas op. Oké, voilà, ze. En daar is de volgende endstore al. We gaan weer dezelfde constructie maken. En ik zie jullie terug. En dan gaat de volgende ook weer bijna dood is. Er zijn dan twee netherstars. Oké, we gaan gewoon even. Ik zie jullie terug en gaan de volgende ook al bijna dood is. Zou die samen kunnen finishen? En de derde is weer bijna dood. Voilà, wegwezen hier. Altijd zo scary als ik een raar lawaai ga beginnen maken. Oké. En nu voor de allerlaatste keer. Oh, ik ga het zelfs nog beginnen missen, de wither killen. We hebben 9 van deze bloemen. Ik vind deze bloemen eigenlijk zeer mooi. Oeps. Zo. De reden ik dit doe, want ik zie heel op een paar video's achter en ik weet dat hij dit... We zitten op hetzelfde moment genoemd, ik doe dat nu in de avond, dat we niet hier samen zitten. Dus nu gaan we voor de laatste keer de wither inspawnen. Ik was met de middelste eindigen. Kijk, dat hoeft toch wel terug, hè? Ja, oké. Ik was met de middelste eindigen. Go! Neanderman! Veiligheid. Even het helemaal naar u beter te houden. Oké, ik zie jullie terug en dat deze ook al bijna dood is. Oké, laat is dood. Maar het was een hele grote fout. Waardoor dat de skeletons spawnen. Die waren niet aan het stikken hierin. Heb ik dus een bitterskull gekregen van een van die skeletten. Hey! Goed bezig, dat ging de volgende. We gaan nu terug. Back home. Oeh. En hier zijn we dan. Nu ga ik jullie laten zien wat ik dus van plan was met de hele zonnepaneel ding. Dus ik zie jullie terug wanneer dat ik een zonnepaneel heb gemaakt. Wanneer ik al mijn constructies heb gemaakt. Oké, het is dus blijkbaar geen ding wat ik dacht dat het was, maar het is blijkbaar een daylight sensor. Dus mijn plan is dit. Ik zet hier deze daylight sensor. Doe ik dit. Doe ik dit. Doe ik dit. Doe ik zo. Dan doe ik dit. Het zal toch wel lang genoeg aan kunnen blijven hebben. Waar begin ik eigenlijk zo ver, zeg.
sorry voor die storing. Dus. Ik ga het anders moeten proberen, want zo ga ik niet. Ik denk echt wel een beetje meer naar achteren moet gaan. Zo. Omhoog. 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 Moeten we deze nog gaan gebruiken? Gaat dit? Maar dit gaat toch? Dat gaat dus wel. Hup, hup, hup. Ah, niet anders zien als op één lijn zouden zitten. We hebben extra lokken nodig. Heb ik een schop? Ja, voilà. Zo. Dank u, meer dan genoeg. Ja, ik ga het allemaal met één blok doen, natuurlijk, hè. Nee, hoger moet dat niet, hè. Nee, we moeten gewoon een beetje nu gaan verlengelen. Ja, het moet dus nog één hoger. Het zou gewoon even... Het is zo moeilijk. Nee, niet dat het redstone zo ver kan. Eén omhoog. Verder, verder, verder. Nee. Wacht. Ik dit hier zo zetten. Nee, nee. Wacht. Laat eens zien. Dan moet ik dit op dag zetten. Nee, gaat niet. Wacht. Dus dan moet ik dit op dag zetten. Moet ik zo doen. Zo doen. Nee, daaronder. Zo, nee, wat doet dit toch de hele tijd? Zo. En dan zo bijvoorbeeld. Dat nu de redstone ver genoeg zou gaan. Nee, oké, laten we even de sensor een beetje dichterbij zetten. Kijk, hè. Als je dan deze nu zo hier zou zetten, zo. Jij mocht weg. Kijk wat ik bedoel, hè. Nu werkt het, want ik nu dit hier zo zet. Dan werkt het niet meer. Maar als het nu zelfs nacht wordt... Of het bijna nacht, eigenlijk is het allemaal niet nodig. Dan heb ik dit nodig. Het is totaal niet nodig, wat ben ik aan het doen. Nu dit doe, kijk, hè. Zelfs... Zou dit normaal moeten gaan deactiveren. En dan zou dit moeten wegtrekken. En dan flitsen alle beacons tegelijkertijd de lucht in. Dat is het plan. Dus eigenlijk kan ik even goed gewoon hier zo solar panels zetten. Zodat het zaal niet zoveel ruimte moet kunnen innemen. Maar oké, hier gaan we. Normaal gezien zie je niet moeten deactiveren ergens. Dit nog als dag. Misschien, I don't know. Ik wil het eigenlijk al niet missen. Voilà! Voilà! Precies als ik het wil. Oké, nu ga ik dit maken bij ze allemaal. Ik ga ook de beacons maken, maar daar mogen jullie even bij zijn. Dus we gaan nu alle beacons maken. We hebben genoeg glas. We hebben alleen een beetje... ding nodig. Een beetje obsidian, maar gelukkig hebben we die ook. Zeer veel, denk ik zelfs meer dan stack obsidian heb. En we gaan snel uit onze ender chest de stars halen. Zo, obsidian. Huppatee, laten we het nu snel 4 maken. 4 beacons. 4 beacons. Ik heb al mijn obsidian op als ik even verplaatst. We hebben ook nog genoeg voor de andere solar panels. Dat is goed, dus ik zie jullie terug. Voordat ik alles heb gezet. En als jullie, dan ga ik opruimen en dan het volgende clipje is als Cyril erbij is. Als ik het voor de allereerste keer op camera en aan Cyril ga laten zien. En hopelijk geeft hij een goede reactie.
Ik wil je gewoon alle beacons laten zien. Zoals je ziet, heel mooi. We gaan het misschien nog eens laten zien, maar ik ben er niet zeker van. En zoals jullie zien, heeft de Emerald Beacon geen kleur. Het ziet er cactus, dat staat helemaal niet te planten. Dus hebben wij geen kleur bij één beacon en is eigenlijk het hele effect verpest. Ze zullen moeten wachten tot ze heel eindelijk zijn cactus plant. En dat ik er dan nog één kan kopen. Of we moeten hopen dat er ergens een wandering terrein op duikt. En mij een wil verkopen. Dan heb ik hem 50 jaar eerder. Maar nu ga ik gewoon een beetje deze base opruimen. Want het is niet gezond hoeveel dat hier is. Sinds dat er nu een heleboel nieuwe blokken zijn. En zo denk ik een paar, denk twee of drie of zo. Zullen we ook het sorting system, dus onze opslagruimte, moeten verlengen. Met dat er 6 nieuwe kisten in kunnen. Dus dat ga ik niet doen. En daarna als dat klaar is, zal ik een clipje maken. En daarna ga ik al deze miljoenen loslopende of loshangende chokerboxen opruimen. Dit hier terugmaken. Dat daar dus dicht maakt en dat niet altijd mobs binnenkomen. Dus ik heb wel iets te doen voor het komende uur. Wegkijken. Oké. Ik heb het sorting. Wat zeg je? Het sorting system. Ik heb de opslagruimte. En dat al ongeveer hetzelfde is. Eén blokje meer naar achteren gemaakt. Of één stage meer naar achteren. En we hebben het hier een beetje meer opschepperlijk gemaakt. We hebben hier de P. Beam. De cereal genoemd, daaronder hebben we de P Golden Apple, Long Golden Apple, hadden we zien. En hier hebben we 4 normale golden, deze zijn zoals enchanted. 4 normale golden apples met 4 dragon heads. Prachtig toch? Oké, ik ben van plan om iets te doen, maar dat gaat heel veel tijd kosten. En nu dat we zo rijk zijn, moet je het ook laten zien. Dus mijn bedoeling is om, heb ik al een paar keer gedaan hoor. Om deze vloer in goud te veranderen. Ik weet, ik heb al vaak vloeren van goud gemaakt. Maar nu hebben we echt de resources ervoor. Het is niet moeilijk om even naar de nether te gaan en heel veel goud te verzamelen. Dus ik denk dat hier ook normaal nog heel veel goud in moet zitten. En voilà, 29. Oké, dus ik ga nu, ik heb even genoeg dingen gesorteerd. En ik ga nu naar de nether voor een heleboel gouden, gewoon goud te verzamelen. Oké, ja, sorry, ik sta on fire. Maar, ik heb mij bedacht en ik denk, ik ga niet speciaal tijd uitgeven om goud te gaan verzamelen. Want, waarom zou ik dat doen? Als ik gewoon al heel veel goud krijg bij de Ancient Debris Mine en met het gemine in de overworld voor diamonds. Dus eigenlijk heeft het geen, het heeft wel zin, maar het is niet zo handig dat ik dan daarvoor speciaal zou gaan naar de nether. Dus ik heb nu 40 verzameld, is meer dan genoeg voor nu. En we gaan kijken in de kist waar hier te wachten een beetje goud in zit. Oh joi, ja, ook een beetje smelten misschien. Maar deze wil ik wel houden. Ik wil een beetje meer raw ore. Laten we van deze al blokken maken. 20 nieuwe blokken. Oké, dus hebben we veel meer dan ik dacht. Ik zal deze blokken al neerzetten. En Cyril is er. Dus we gaan nu kijken naar. Kom op het dak, man. Oh. En alle beacons. Oh. Alle beacons die aangaan. Ook al zijn er wel een paar modderen bij. Zoals die van Cyril daar, allemaal in de vijfde. Alleen de groene wordt ook nog aangepast. Dus even wachten. Oké. Wat? Drie! Twee! Dus achter de berg. Nu moet ze toch aanvliegen. En zie je, even wachten. En voor als de mensen dat niet snappen, die rare, het soort dingen, die gaan wel weg, hè. Die gaan ze elk moment aanvliegen. Als je het goed hebt gemaakt. Dan is het toch niet een fout mee doen. En dat ik het goed heb gemaakt. Kom aan.
Heb je het al getest? Ja. Hallo. Waarom zijn er nog vliegende bomen in de verte? Oh no, we zijn gewoon praten. Hallo! Drie, twee, één. Oké, nu komt er nog een donkere mantel over ons. Allee, ga aan. Hoezo? Wij staan allemaal op. Ja! Waarom is de blauwe zoveel sneller dan de rest? Wow, omdat die dichterbij staat. Yay! Prachtig. Vooral de netheid. Net uit weekend is zo mooi, ik weet het. What is this? Hier ben ik zo trots op. Okay, nu kunnen al deze rare dingen hier weg. Awesome, ga weg. Oké, dat is ook het einde van deze video. We hebben vandaag vier nieuwe beacons. Eén moet nog kleur krijgen, maar oké. Maar oké, en ik zie jullie volgende keer terug als ik en Cyril allemaal nieuwe dingen gaan ontdekken van 1.19. Yay, Tot de Minecraft. Oké, tot de volgende keer. Dag.